Ik zit in groep 4 van de basisschool en ik ben het stilste jongetje van de klas. Ik ben zo stil, ik val haast niet op. Het is niet dat ik niks te zeggen heb, maar ik heb niet het idee dat de drukke klas te wachten zit op wat ik te vertellen heb. Ik ben een dromer. En in de pauzes voetbal ik niet mee met de jongens uit mijn klas, maar zit ik aan de voet van een rustige eikenboom op de grond. Alleen. Starend naar de drukke autoweg die langs het park loopt. En ik voel me eenzaam. En waardeloos. Juf vond me maar een vreemde jongen. Ik had dyslexie. En daardoor meer tijd nodig. Maar die tijd had ze niet. Dus stelden ze mijn ouders voor om me te laten overplaatsen naar een school met speciaal onderwijs. Dit is mijn waardemeter. Hij laat zien hoe ik me destijds over mezelf voelde. De beoordeling die ik mezelf gaf, was een dikke onvoldoende. Ik voelde me niet goed genoeg. Maar goddank had ik thuis ouders die in me geloofden. En ze zeiden, speciaal onderwijs? Nee, volgens mij is het beter als Ruben gewoon een jaartje blijft zitten. Dus dat gebeurde. Ik bleef zitten in groep 4. Maar ik bleef niet zitten aan de voet van die eikenboom. Ik kwam in een nieuwe klas met een nieuwe juf. En deze juf, juf Femke, die zag de dingen die ik wel kon in plaats van wat ik niet kon. En ze deed haar best om mij positief te stimuleren. Dankjewel, juf Femke. En op 5 december, pakjesavond, kreeg ik het cadeau van Sinterklaas. Het cadeau wat mijn leven voorgoed zou veranderen. Een goocheldoos met 101 goocheltrucs. Ik vond het geweldig. Ik vond goochelen fascinerend. Doen wat onmogelijk is. Kunnen wat niemand kan. Dus ik begin te oefenen op mijn kamer. Met een kaarspel in mijn kleine handen sta ik voor de spiegel te oefenen. En op YouTube kijk ik de filmpjes van de grote goochelkampioenen en dat probeer ik dan zelf thuis na te doen. En na uren, dagen, weken van oefenen neem ik voorzichtig mijn kaarspel mee naar school. En als een lopend vuurtje ging het door de klas. Voordat ik het wist had ik de halve klas om me heen staan omdat ze allemaal wilden zien wat voor wonderlijks ik kon. Hey jongens, moet je kijken, Ruben kan een goocheltruc. En ik kreeg aandacht. Ik werd opeens gezien. Dat was ik helemaal niet gewend. Ik werd eigenlijk gedwongen om uit mijn schulp te komen. Wow, hoe doe je dat? Vet knap, man. Dat gaf mij zelfwaarde en mijn zelfvertrouwen een boost. Dus dat voelde goed. Overal waar ik kwam, ging ik goochelen. Op feestjes, bij de voetbalclub. Overal nam ik mijn kaartspel mee. Ik ben 16 jaar en ik bereik het toppunt van mijn goochelcarrière. Ik heb inmiddels een eigen entertainmentbedrijf, waarmee ik optredens geef door heel Nederland. Ik verdien 4 keer zoveel als mijn leeftijdsgenootjes. Ik kom op tv en als klap op de vuurpijl word ik Nederlands kampioen goochelen bij de junioren. En ik merk bij elke prestatie die ik lever, dat mijn eigenwaarde een boost krijgt, maar dat dat nooit genoeg is. Want als ik even niet optreed, dan zakt het weer in elkaar. Ik moet elke keer die applaus en bevestiging krijgen om me goed te voelen over mezelf. En ook merk ik dat er eigenlijk altijd nog wel een doel hoger te behalen is dan ik tot nu toe behaald heb. Want ik ben dan misschien wel Nederlands kampioen, maar ja, van de junioren. Dus ik begin met goochelen, met oefenen voor het Nederlands kampioenschap voor senioren. En dames en heren, ik oefen avond na avond.
Met kramp in mijn vingers sta ik te oefenen. En wat ik slechts durfde te dromen, dat gebeurt. Ik ben 16 en ik word Nederlands kampioen goochelen bij de volwassenen. Maar het loopt uit de hand. Overal waar ik kom, willen mensen dat ik ga goochelen. Overal waar ik kom, zien mensen mij als de goochelaar. Ik kan geen verjaardagsfeestje bezoeken of ik word bij entree al... Hey jongens, moet je kijken, hij is goochelaar. Hey, doe eens wat. En de goochelaar is een rol die ik speel, maar ik ben dan niet mezelf. Ik zou willen dat in die tijd gewoon eens een keer iemand vraagt... Hey, maar Ruben, hoe is het nu met jou? Dus ondanks het succes en de prestaties waar ik al die tijd van droomde... voel ik me diep van binnen nog net zo waardeloos als het jongetje aan de voet van die eikenboom. Dus het was tijd om te ontgoochelen. Het was tijd om de rol van goochelaar af te leggen. Want hallo, ik ben meer dan alleen een goochelaar. Ik ben Ruben. Maar pas als ik stop met optreden... dan merk ik wat de enorme impact is van die waardemeter op mijn leven. Nu ik niet meer die optredens geef, waar moet ik nu mijn eigen waarde vandaan halen? Hoe weet ik nou of ik goed genoeg ben? Ik weet, voor sommigen is dat het aantal likes wat je krijgt op Facebook. Hoe mensen vinden dat je eruit ziet. De vrienden die je hebt, de spullen die je hebt. Dat wat je presteert. Hoe moet ik weten of ik er mag zijn? Ik merk dat ik eigenlijk helemaal niet gelukkig word van die waardemeter. Hij maakt dat ik me constant mezelf een waardeoordeel geef. Hij maakt dat ik constant mezelf met anderen ga vergelijken. Ben ik beter? Ben ik minder? Maar dat is niet eerlijk. Ik sta hier op een TED-podium. En jij niet. Ben ik nou beter? Nee, ik ben uniek. Jij bent uniek. Dat is appels met peren vergelijken. Dat is niet eerlijk. Ik wil gewoon oké kunnen zijn met wie ik ben, zonder me elke keer met anderen te hoeven vergelijken. En zonder mezelf elke keer een waardeoordeel te geven. Als ik gewoon oké kan zijn met wie ik ben. Gewoon mezelf accepteren. Dan heb ik de vrijheid om mijn dromen na te leven. Dan zou ik ooit nog eens een keer een tijdreis willen maken. Een tijdreis naar groep 4 van de basisschool. En dan zou ik aan de voet van die eikenboom naast dat jongetje gaan zitten. Hey, je voelt je niet zo goed, hè? Maar weet je dat er op de hele wereld maar één iemand is zoals jij? Je bent vet zeldzaam. Je hoeft je dus nooit te vergelijken met iemand anders, want jij bent uniek. Knoop je dat in je oren? Kom, dan gaan we iets doen wat jij leuk vindt. Dankjewel.